beste broeders, roken. Roken. Of sigaretten roken. Of een waterpijp. Of zaken die daarop lijken. Of nog erger zijn dan dat. Zoals bijvoorbeeld het gebruik van lachgas. Wat heel veel voorkomt bij heel veel jongeren vandaag de dag. Onder de moslimjeugd. Het gebruiken van drugs. Gebruiken van alcohol. Dat zijn allemaal schadelijke zaken die Allah subhanahu wa ta'ala verboden heeft. Dat zijn zaken die onze religie aantast. Dat zijn zaken die Allah jalla wa ala, dat zijn zaken die Allah subhanahu wa ta'ala heeft afgekeurd. Omdat ze schadelijk zijn. Omdat ze slecht zijn. Ze zijn slecht op het eerst in het eerste. Op de eerste plaats zijn het slechte zaken. En hebben ze een schadelijke effect op onze religie. Op onze dien. Want Allah jalla wa ala heeft dat verboden. En daarnaast heeft het een schadelijke effect op onze lichaam. Die ons toevertrouwd is. Die een gunst is van Allah jalla wa ala. Het heeft ook effect en schadelijke gevolgen voor je verstand. Want degene die drugs gebruikt of lachgas of iets wat erop lijkt. Zo'n persoon kiest ervoor om zijn verstand in te leveren. En Allah jalla wa ala heeft ons begunstigd met verstand. Hij heeft, een onderscheid gemaakt tussen ons en dieren door ons een verstand te geven. Waarmee wij nadenken. Waarmee wij onderscheid kunnen maken tussen goed en tussen datgene wat slecht is. Het is verslavend, beste mensen. Zoals jullie weten. Sterker nog, het is dodelijk. Het kan leiden tot jouw dood. Het kan leiden tot dodelijke ziektes. Zoals longkanker. Het is een vorm van zelfmoord. Terwijl je ervoor betaalt met je eigen geld. Yawm al-qiyama, beste mensen. Zullen wij daarover ondervraagd worden. We zullen ondervraagd worden. Wat hebben wij gedaan met de gunsten van Allah tabaraka wa ta'ala. Ar-Rasool sallallahu alayhi wa sallam is gezonden door Allah subhanahu wa ta'ala als genade voor de gehele mensheid. En hij heeft al het slechte verboden en al het goede toegestaan. Zoals Allah jalla wa ala over hem zegt in de Koran. وَيُحِلُّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْكُمُ الْخَبَائِثِ. Het goede, dat staat hij toe. En het slechte, het schadelijke, verbiedt hij. En daar valt al datgene onder wat schadelijk is. Daar vallen sigaretten onder. Daar valt drugs onder. Lachgas, shisha. Al het slechte valt daaronder. Zeg mij, beste broeders. Deze zaken die ik heb opgenoemd. Drugs en dergelijke. Of shisha of lachgas. Valt dat onder het goede of onder het slechte? Valt dat onder het tayyibat, het goede wat toegestaan is? Of onder het ghaba'if, wat verboden is? Het antwoord is duidelijk. Het is slecht voor je. Het is schadelijk. En dus is het verboden. Het staat zelfs op de verpakkingen. Het staat zelfs op de verpakkingen van de producenten die hypocriet zijn. Ze zeggen stop ermee. Het is dodelijk. Stop direct. Het is giftig. Je inhaleert gif. Dat is datgene wat je binnenkrijgt. Hoe kan je met deze lippen die je gekregen hebt van Allah subhanahu wa ta'ala. De mond die door Allah subhanahu wa ta'ala aan jou is geschonken. Waarmee je Allah jalla wa ala gedenkt. Waarmee je de Koran reciteert. Waarmee je het gebed verricht. Hoe kan je daarmee een sigaret vastpakken? Of een waterpijp vastpakken? Of een ballon waarmee je opblaast? Met dezezelfde lippen waarmee je Allah subhanahu wa ta'ala gedenkt in het gebed. Waarmee je de Koran reciteert. Is het geen teken en manier van ondankbaarheid tegenover Allah subhanahu wa ta'ala? Beste broeder, verricht het tauba. Verricht het tauba en vermijd deze zonde. En zoek hulp bij Allah tabaraka wa ta'ala. Bi'idhnillah jalla wa ala. Met de hulp van Allah tabaraka wa ta'ala ben je daartoe in staat. Allah subhanahu wa ta'ala, hij verhoort het dua. Vraag Allah tabaraka wa ta'ala om jou te verlossen van deze zonde en van deze ellende. En gebruik je verstand en vertrouw op Allah tabaraka wa ta'ala. Beste kijker, draag jouw steentje bij aan het verspreiden van da'wah door te abonneren op mijn kanaal. Laat een comment achter en like en deel deze video binnen jouw netwerk, opdat deze kennis andere broeders en zusters zal bereiken.